Ding, ding. Bent u nou een man of een vrouw? Ik ben een man, maar ik had vroeger een beetje twijfels om eigenlijk als vrouw door het leven te gaan. En in mijn hart ben ik eigenlijk meer een vrouw. En daarom ben ik ook anders dan andere jongens, denk ik. Afgelopen zaterdag was het wereldwijd transgender gedenkdag. Om aandacht te vragen voor mensen die in het verkeerde lichaam geboren zijn. Iemand die als transgender inmiddels helemaal haar draai gevonden heeft, is Louisa Jansen in Venlo. Zij werd van man op en top vrouw. Darling. Ja? Kom eens even helpen. Wat is er? Weet je het weer niet? Wat moet ik aan? Even... Het regent buiten. Het is mijn buurvrouw, die komt altijd helpen als ik niet weet wat ik aan moet trekken. Ja. Ik dacht dat je laatst iets... Ja, ik ga dit aantrekken. Nou. Toch? Is toch leuk? Of toch niet? Jawel, dichtmaken. Als blijf je... Nee, dat hoeft niet. Dat duurt weer uren met jou, hè? Ik zag een spijkerbroek. Maar ik heb ook een grijze spijkerbroek misschien, maar... Het valt nog niet mee, hè, om vrouw te zijn. Oh. Nou, dan doen we deze schoenen aan. Kijken. Maar Louisa, ja? U bent dus transgender. Ja. En wat bent u dan precies? Ja, ik ben gewoon een vrouw. Ik zit in het verkeerde lichaam. Want u bent nu nog man. Nou, ik moet nog één operatie en dan is het helemaal af. Ja. Dan bent u helemaal vrouw? Yes. En waar valt u dan op mannen of op vrouwen? Ik val op iemands innerlijk. Maar ik val nu eigenlijk op dit moment gewoon op vrouwen. Ik heb een beetje genoeg van mannen. Ah. Girl. High five. Het ziet soms misschien heel raar uit. Mensen denken dat is een man met een bruikje of met een baard of wat dan ook. En mensen worden dan uitgelachen. Dus het is wel goed om daar eens een dag bij stil te staan. Ja, ik vind van wel. Ik vind wel dat er over gepraat mag worden van wat het nou precies is. Mensen moeten dus meer weten over dit soort dingen. Maar ik ga nu me omkleden. Even een ander BH'tje aan, dus move that ass, darling. Oh, kijk hier. Wat is dat? Ik ben echt dik geworden. Je stelt je echt aan, hoor. Heb me een shoe, shoe. Dit is mascara en vibrator in één. Oh, dat is handig. I like it. Lekker parfum. You look like a man, but I'm feeling like a bitch. That's the way I like it. Oh, ik zit het begint. Oh, kom maar. Begint het al? Ja, kom maar. Ik heb mijn porselein. Ja, ja. Girl, dit ben ik. Let up. Ja, toch ben ik eigenlijk meer een vrouw. En daarom... Oh, ja. Ik ben anders dan andere jongens. Oh, zag je mijn okselharen? Oh, girl. Die heb je dan niet meer mee. Nee, dat heb ik niet meer. Les 1, begin meteen met flitsen. Met wat? Met flitsen. Flitsen? Flitsen, dat is ontharen. Some say love, it is a river. 5 jaar geleden woonde ik nog bij mijn ouders. Je gaat je gewoon ergen op jezelf. Je ergert je op je... geslachtsdeel. Je ergert je dat je geen borsten hebt. Je ergert je dat je een baard hebt. Dat was voor mij eigenlijk de grootste hel. Van een baard en noem maar op. Ik ben blij dat ik het nu niet meer heb. I'm happy. Girl. Help me a shoo-shoo. Help me a shoo-shoo. Ah ja? Ja. Ja. Dan gaat het zaakje eraf. Dan heb ik eindelijk een poes. Wat is dat? Ja, mijn poes. Nee, niet van je poes. Er zijn genoeg mensen die er niet van houden. En wat doen ze dan? Ja, dan gaan ze je uitschelden of uitlachen. Ja? Of ze gaan je aanstaren zoals die vent die hier staat. Hallo. Ik zou geen moeite hebben. Nee, echt niet. Ik heb nog zo niet vrij. Kijk, en zo hoort het nou. Ja. Zo hoort het. Is je kind ook zo? Ja, als om weer erover te praten. Ik denk wel dat er wel jeugdigen zijn die mij als een voorbeeld zien van was ik ook maar zo, had ik ook maar scheid aan alles. En dat is wat ik jongeren wil leren van, heb gewoon scheid, doe je ding, kies daarvoor. Nou beste mensen, dit was Man bij het Hond, maar onthoud goed, transgender mensen zijn ook mensen, net zoals jij en ik. Tot ziens! Ding, 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 ding.